Ik ben op weg naar Paul om samen met hem naar de Fantasiumbeurs te gaan in Eindhoven. Want van hem hoop ik alles te leren over de wereld van elfen en ridders. Want wat bezielt volwassenen om zich te verkleden als een fantasiefiguur? Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. André. Dag. Hey. Goedemorgen. Hoi. Je bent nu gewoon Paul, maar zometeen ben je iemand anders. Wie is dat? Ezekiel Barendsen. Een uitvinder uit de Victoriaanse tijd. Ik maak uitvindingen om de tijd te buigen en dat soort zaken. Dingen die eigenlijk vroeger vrij normaal waren. Ook niet konden natuurlijk, maar wel vrij normaal waren. En die proberen wij nu weer opnieuw uit te vinden. Hoe ben je daar opgekomen om dat te gaan doen? Ik ben vroeger eigenlijk altijd technisch geweest. CD-spelers uit elkaar halen en er weer iets anders van maken. En sinds 2003 ben ik erachter gekomen dat er meer mensen waren die zo gek waren als ik. Je hebt achter in de tuin heb je een schuurtje. Ja. En daar zet je al die bouwwerken in elkaar. Ja. En zo meteen gaan we naar een beurs en daar staan die bouwwerken dan geëxposeerd. Ja, dat klopt. Ben heel erg benieuwd. Ja, nou wij ook. Ik ga nu afscheid nemen van Paul. Dag ja. Paul. Dag Filemon. Hoe heet hij ook alweer? Zo meteen zie ik je terug als? Ezekiel Barendsen. We staan hier bij een tijdmachine. Waarom heb je die gebouwd? Om terug te kunnen naar mijn eigen tijd. Die tijd is? 1748. Toen ben ik vertrokken. Wil een ieder niet terug naar zijn eigen tijd? En zijn eigen tijd ervaren? Nee? Ja toch? Ja, ik denk het wel, ja. Ja, ik denk het ook. Jij bent de vriendin van Paul en zo te zien heb je geen probleem met zijn hobby. Nee, ik vind het hartstikke leuk. Ik doe mee. Dus ik vind het leuk wat hij doet. Wat ben je precies aan het doen? Ik ben op zoek naar wezentjes. Die onderzoek ik op echtheid. En dat doe ik allemaal hier in mijn laboratorium. Voelt het prettig om hierin te zitten? Oh, heerlijk. Dit is toch knus? Dit is toch gezellig? Wat is dat? Het lijkt een soort van mensenfeutus. Nou, nee. Dus dit is gewoon een elfje. Op sterk water, hè? Dan blijft het mooi. Kunnen mensen even kijken dat elfjes toch wel bestaan. Zo. En die? Wat voor wezentje is dat? Dit is een bloemenelfje. Kijk, en dan denk je van, is het een bloem? En dan, nee, het is toch een elfje. Wil je de tijd buigen, heb je een ruimtevortex nodig. Mee eens? Weet natuurlijk iedereen, je hebt een plasma ruimtevortex nodig. Toch? Juist. Aangezien we binnen zijn, hebben we hier geen ruimte, kunnen we geen vortex creëren. Paul's hobby begint echt uit de hand te lopen. Dat is echt erg. Het is een beetje eng te horen. Hoe vaak ben je nou Paul en hoe vaak ben jij je alter ego? Ik ben elke avond Ezekiel. En 's weekend sowieso het hele weekend als ik aan het babbelen ben. Maar 's avonds niet verkleed in bed met z'n tweeën. Nee, het zou wel leuk zijn. Gaan we een keer doen. Wat bent u? Een cheetah. Oh, oké, okay. Wij zijn de carnies. Ik ben hier de presentator. Ik ben eigenlijk meer een beetje in de death rock stijl. Na de punk kwam eigenlijk de gothic stijl. En dit waren meer de eerste gothics. Wat komt u precies zoeken op deze beurs? Het is een dagje weg. Beter dan binnen zitten. Ja, maar je zit nu alsnog behoorlijk binnen, toch? Ja, klopt. Wat bent u hier? Ik ben hier gewoon als mezelf. En wie bent u? Ik ben Sherpa. Wat vindt u zo... Ik wil nog maar helemaal afdoen, vind je dat beter? Ja, doe maar even, ja. Wat houdt uw kostuum precies in? Mijn kostuum houdt helemaal niks in. Mijn kostuum is gewoon zoals ik mij gevoel. En ik voel mij gewoon vrij. En ik loop een beetje langs de rand misschien van de samenleving, maar het is wel wat ik wil zijn. Wat voor soort wereld is de fantasywereld? Ik denk een wereld waar heel veel mensen rondlopen die de gewone wereld een beetje zat zijn. Is dit leuker dan de wereld buiten? Leuker dan de wereld buiten? Tja, ik kom eigenlijk nooit zo vaak buiten, dus... Hoezo dan niet? Ja, ik ben niet zo sociaal. Oké. Okay. Ja. Denk je dat niet alleen? Nee, ik ben het echt niet. Nee? Nee, echt niet. Nee. Ik zou zeggen, zet je helm dan maar op. Doe mijn helm maar op. Dankjewel, hè? Ja. Dankjewel. Oh ja. Toch niet heel sociaal, inderdaad. Arme jongen. Dat is wel heel grappig, dit. Jezus. Je wordt echt zo'n beetje evil van deze wereld. Het is zo gek allemaal. Wat me wel opvalt, is dat veel mensen zich in deze wereld heel erg veilig voelen. Ja, dat klopt. Misschien nog wel veiliger dan in de buitenwereld. Zoals we er nu bij lopen, wel, ja. Ja. Voelt je in deze kleding, voel jij je lekkerder dan in normale kleding? Ja, meer zelfvertrouwen krijg ik erdoor. Heb
Heb je nooit bij jezelf zoiets van, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik sta hier in, helemaal verkleed voor een zelfgemaakte tijdmachine. Dat je denkt van, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Nee, dat heb ik nou nooit. Nee. Altijd met volle overtuiging? Absoluut, altijd. En met heel veel plezier. Heb je soms niet dat je denkt, ik zit hier als volwassen vrouw in een hockey wezentjes te bekijken? Ja, je denkt van, ben ik nou gek of niet? Ja, natuurlijk wel. Maar dat ben ik ook. Ben je altijd Ezekiel of ben je ook soms zelfs een ander iemand? Nee, nee. Ik ben en ik blijf en ik zal altijd blijven Ezekiel. Ezekiel Barendsen. En ik zal altijd op zoek blijven gaan naar mijn eigen tijd.